Grosso modo kan je zeggen dat het over twee dingen gaat. Je geeft mee vorm aan de school, inhoudelijk. Nu heb ik het geluk dat de Toneelacademie een heel goede school is, met een goede reputatie en een heel stevig inhoudelijk programma. Dus dat is een luxe om binnen te komen. Dus je mag voor een stukje meesurfen op de kwaliteit die er is en van daaruit mee in dialoog met coördinatoren enzovoorts de toekomst van die school verder voorbereiden. Dat is één deel van het werk. En een ander deel is natuurlijk, zit veel meer op het organisatorische, het financiële vlak. Om ervoor te zorgen dat die kwaliteit van die school, wat hier gebeurt, ook voor de toekomst geborgen is. We hebben onlangs in oktober pas, kon je inschrijven voor de selecties voor het volgende schooljaar. Nou, om en bij de 1000 jonge mensen proberen toegang te vinden tot die school. Uiteindelijk zijn er dan nu een 450-tal, 500 pak, die effectief kunnen deelnemen aan de selecties. En van die 500 zullen er uiteindelijk een 40-tal overblijven. Dus je moet het vanuit dat perspectief bekijken. Dus die droom wordt al heel serieus uitgefilterd in die selecties. Want je school is eigenlijk maar net zo goed als de kwaliteit van de studenten die je hebt. Maar de droom die iemand heeft, om daar even op terug te komen, waarom je dan theater wil maken, of een bepaalde vorm van theater, want misschien kunnen we het daar ook nog even over hebben. Die term dekt wel heel veel ladingen tegenwoordig. Die droom die iemand heeft, daar komen we al voor een heel stuk achter in die selecties. En doorprikken we ook wel een aantal dromen van mensen die zich laten enthousiasmeren door die programma's op tv waar je het over hebt. En er misschien een heel verkeerd beeld over hebben wat het dan is, zo'n opleiding volgen. Want het is best wel een heel zware opleiding, een heel intensieve opleiding waar je eigenlijk 4 jaar lang 100% mee bezig moet zijn. Heel confronterend. Je komt echt veel van jezelf te weten. Misschien ook dingen die je nog niet wist of die je misschien liever niet wilde weten. Dus het is een heel stevige boterham. En je moet, en dat is natuurlijk ook, laat maar zeggen, een deel van het onderwijsprogramma dat we willen aanbieden. Dat je ja, een soort van professionele attitude, mentaliteit ontwikkelt om straks in die toch niet zo eenvoudige wereld van het theater te overleven. Zeker zoals het vandaag eraan toe gaat. Hè. Mm-hmm. Het is best wel een struggle for life. Hè. Wel, ik had ook een droom. Laten we zeggen, toen ik de leeftijd had om naar een school als deze te komen. Maar mijn ouders vonden dat toch niet zo'n goed idee. Eerst een echt diploma en dan zien we wel weer. Dus ik heb inderdaad eerst een echt diploma gehaald in de gewone Gerbaatse filologie. En dan ben ik theaterwetenschappen gaan studeren. En in der tijd, dat was in Leuven, een onderdeel van die opleiding was effectief dat je ook van A tot Z een theaterproductie meemaakte. Dus ook op de vloer spelen, maar ook mee nadenken over het regisseren, de dramaturgie, het productionele, alles wat daar mee te maken had, daar hadden we dan een ervaring in. En dus die productie werd begeleid door een professionele regisseur, dus ik heb toch het genoegen gehad om ooit met Guy Cassiers te mogen werken. Bij het begin van het jaar, de eerste weken, maken ze de studenten een eigen project. Volledig zonder begeleiding, go ahead. Dus had ik bijvoorbeeld een heel leuke, het zijn allemaal korte voorstellingjes, rondom gaming.
in. Zoetikor was eigenlijk de intro, of hoe noem je dat, het eerste beeld dat je ziet op het scherm als je gaat gamen. En daarbinnen hebben ze dus eigenlijk onstage een gamingprogramma, als bij wijze installatie getoond en daar rond verder gewerkt. Ja, ik vind dat fantastisch, want het is een wereld die ik totaal niet ken. En dat maakt het nu net zo fantastisch. Dat is waarom theater eigenlijk, om het met Ivo van Hoven te zeggen, misschien wel dé kunstvorm van de 21ste eeuw is. Omdat het zich toch telkens opnieuw, hier en nu, op het moment, uitvindt. Dus het is een vorm die alleen maar in het moment bestaat. Dat vind ik, dat is het wat theater zo fascinerend maakt. Ik heb ook gewerkt voor een minister van cultuur zoveel jaar geleden in België. Dat was Bert Anciot. En hij heeft op een bepaald ogenblik heel de discussie rond het participeren aan kunst, aan theater, muziek, alle vormen van kunst, ter discussie gesteld, omdat hij zelf vond dat de kunst te elitair was. Waarmee hij bedoelde dat het maar een bepaalde laag van de bevolking bereikt. Dus ik vind ook dat, of het hier nu in Maastricht is, of in Luik, of in Brussel, of in Amsterdam, ik vind dat het belangrijk is dat jonge mensen, ook als die bijvoorbeeld van deze school afstuderen, de kansen moeten krijgen om hun projecten te maken. Of grijpen, en kansen grijpen. En in die zin vind ik dat eigenlijk ook heel fijn. Ik ben daar altijd enthousiast over als jonge theatermakers een pand gaan kraken of voor een theatergebouw gaan staan en zeggen, dit is van ons. Wij willen hier werken, vind ik goed. Welke inspanningen leveren theaters, culturele centra, verantwoordelijken voor de communicatie van een stad, et cetera, om het publiek te bereiken. Om naar dat en dat theater te gaan. Daar ligt volgens mij een heel belangrijke opdracht. En misschien ook voor ons als school, dat we ook een soort van bewustzijn creëren bij onze studenten, dat je ook niet alleen heel fijne dingen, creatieve stukken wil maken, maar dat je toch ook nadenkt hoe je dat communiceert. Een van de belangrijkste dramaturgen van de afgelopen decennia te citeren, Marianne van Kerkhoven, ze is helaas overleden onlangs, maar zij zei dat het theater bevindt zich in een stad en een stad bevindt zich in de wereld en de wereld is omringd door de hemel. En het zijn allemaal cirkels en die cirkels of die kringen die zijn van huid en die huid die heeft poriën en dus die huid ademt en dat vergeten wij soms als we het over theater hebben. Dus versta hier een sterk pleidooi dat als je met theater bezig bent, dat je ook met de wereld bezig bent. Dat je dat niet mag vergeten. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke drijfveer om met theater bezig te zijn.